ja, het is toch niet te geloven. Het is echt niet te geloven, mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering. En ja, ik vind het allemaal best, maar ik heb net uitgeschakeld dat Gentle Rides niet mogen geresearched worden. Want er kan wel research op die attracties komen, maar mensen die steken een middelvinger naar me op van fuck jou, Vincent, we gaan niet in zulke kinderachtige attracties. Wij willen keihard achtbanen. Wij willen uit ons stoeltje worden geslingerd terwijl we een bocht maken. We willen sensatie, we willen actie, we willen spanning. En ja, dan heb ik zoiets van, dan vink ik rollercoasters en thrill rides maar niet uit. En dan ga ik gewoon wachten. Maar er zitten watjes in mijn park. Er zijn watjes, mensen die kotsen. Mensen die overal moeten kotsen. En een spoor achterlaten van, kijk, hier ben ik geweest. En het hoeft allemaal niet, maar ze doen het wel. En het is verschrikkelijk. Ik heb nou al 10 handy mensen aangenomen. Op zich is het wel redelijk voor een park met bijna 1100 gasten. We zitten aan oktober en het is vandaag de 7e. En de 22e krijgen wij een Gentle Ride, maar dat zal dan waarschijnlijk de laatste attractie worden qua Gentle Rides. Ik ga hier wat plek maken, want ik op die berg ook nog wel wat neer gaan zetten, dus ik verwijder even wat boompjes. En dan hoop ik dat de parkwaarde is nog 219.000, dat is echt heel lekker, dat is echt super. Ik ga ook die lening gewoon terugstorten. Zo, we hebben gewoon een lening terugbetaald die we eerder hebben geleend van de bank. Toen zaten we keihard in de min. Maar je moet altijd gewoon geduld hebben met het spel. Je moet altijd je prijzen in de gaten houden. Je moet je attracties in de gaten houden. En elk level wat je speelt is anders. Het voelt anders aan. Is heel super gedaan. En ik hoef ook haast geen thematisatie te doen. We hebben wel wat fonteintjes die ik trouwens nog wel kan toevoegen aan de attractie. Ik weet niet of de parkwaarde daardoor groot wordt. Maar ja, misschien kan ik hier nog een paar fonteintjes plaatsen. Dat is leuk. Of deze. Ik vind die zo onrealistisch. Ik vind het echt de waterspout, heet het. Ik vind het echt verschrikkelijk onrealistisch. Wat ik wel kan doen is misschien die leuke waterfonteintjes. Kan ik misschien wel ergens plaatsen. Het park wordt echt te druk en te bevolkt. En daardoor komen er wat irritaties bij mensen. Van het park is te druk. Of het park wordt niet goed onderhouden. Of de paden zijn vies, of dit en dat. Ze hebben altijd wat te zagen. En ze hebben altijd wat te zeuren en te zeiken. En ja, dat hoort nou eenmaal bij het spel. Ik ga nog gewoon een paar mensen aannemen. We verdienen genoeg geld. Ik zie ook dat er een hoop attracties gewoon niet bezocht worden. En dat kan zijn omdat het niet spannend genoeg is. Of de prijs is te hoog. En dan heb ik het namelijk over Frans Bauer. Vorige keer hadden we de attractie aangemaakt. En ja, de Frans Bauer is natuurlijk... Ja, die Frans Bauer heeft een hele goedkope prijs, zeggen mensen. Maar de anderen zeggen, ik wil iets spannenders dan de Frans Bauer. Ga dan in een achtbaan. We hebben genoeg achtbanen in het park. Ga dan daarin. En ga niet mijn kop lopen zeuren van, ik wil iets spannenders. Ik snap dat je wat spannender wil dan een glijbaan. Maar denk aan de medemensen om je heen. Denk aan de mensen die wel een ritje in de glijbaan willen. En kijk ook, die hele wachtrij zit continu vol van de glijbaan. Ja, ik vind het best. Ik ga van deze rit trouwens 1 rondje maken. Want dan kunnen wij namelijk meer mensen vervoeren, waardoor het sneller loopt. We zitten in de 8000 euro. En de park value is omhoog gegaan met $1000. En we zitten namelijk de 220.000. Het regent. De mensen openen een parapluutjes en het valt op dat geel en rood wel door elkaar zit. Geel wordt denk ik hopelijk meer verkocht, maar die staat helemaal achter in het park. En aan het begin van het park wordt rood verkocht. Nou, heeft op zich een redelijke prijs. We gaan eens kijken. Is het al bijna 22 oktober? Ik ga eens even loeren. Over 2 dagen komt de attractie uit. Het wordt wel een rustige attractie, maar misschien hebben wij zoiets van, ben ik in een goede buiten? Ik denk van, ik ga hem gewoon plaatsen. Ja, want we hebben ook niet zoveel achtbaansoorten. En ja, weet je moet wel een beetje variatie hebben. Je kan niet elke baanontwerp gaan plaatsen. Dus, en de meeste zijn ook gebouwd. Het Spokers hebben wij volgens mij, hebben wij die al staan hier in het park? Het Spokers is nou een attractie die erbij hoort, weet je wel. Het is niet een attractie die echt gemist is, maar hoort er wel gewoon bij. Dus daar heb ik zoiets van, ik bouw gewoon dat spookhuis dadelijk. Dat kost ook niet zoveel. Hij is echt niet duur. Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, het gaat niet om de prijs. En ik denk dat ik wel een hele leuke plek weet. Als het zo hier lukt. Het is wel heel gewaagd. Maar ik wil het wel eens proberen. Kijk, en dat is als volgt. Mensen, koop je paraplu's bij mij. Dan ben je binnen de kortste keren blij. Want dan blijf je droog en dan word je niet nat in het pretpark Diamond Heights. Ik, echt waar, ik weet niet wat ik moet zingen. Ik hoef ook niet te zingen, ik weet het. Volgende keer zal ik het ook gewoon niet doen. Zo, ik heb de ingang gemaakt van de Haunted House. En die noemen we, die kunnen we natuurlijk ook de Frans Bauer noemen. Dat maakt ook niet uit.
Of noemen we Corrie Konings? Noemen we Corrie Konings. Ik vind het goed. De Corrie Konings. En die... Even kijken hoor. Is die spannend? Wacht op Full Load. Het spoken staat er in ieder geval. En dat is belangrijk. Waarom wordt trouwens deze attractie niet meer bezocht? Waarschijnlijk omdat het regent. Ja, klopt. Als het regent gaan mensen haast niet in attracties. Dat is gewoon een instelling. Dan gaan ze wel voor het draaimolen. Omdat dat een attractie is waar je droog zit. En dat is best wel realistisch gedaan. Vind ik zelf. En wat kunnen wij nog doen? We moeten wachten. Wat was die nieuwe attractie? Ik heb hem helemaal gemist. En dat is niet goed. Maar het is de observatietoren. Dat is gewoon de uitkijktoren. Die moet sowieso hierin staan. Gewoon puur omdat er natuurlijk hoogteverschillen zijn in dit park. Moet hij gewoon hier ergens staan. Ik ga een mooi plekje zoeken voor deze attractie. En misschien kunnen we hem wel hier plaatsen. Denk ik. Misschien. Even kijken hoor. Ja, ik moet natuurlijk een beetje uitkijken, want hier is namelijk haast geen attractie. Maar hier wordt het meest bevolkt en hier is ook het drukst. Misschien dat we gewoon keihard in het midden plaatsen hier. Ik weet niet of dat staat misschien niet mooi. Wacht even. Ik ga eens iets proberen. En dat moet je gewoon gokken, hè. Een beetje omhoog zo. Hoppakee. Dan maken we hier eentje aan en daar... Oh, hij zit net één te hoog. Zie je dat? Ik had zo gehoopt dat ingangetje... Oh, verschrikkelijk. Waarom? Waarom dit? Nu slopen we hem. En dan gaan we doen alsof die zeg maar op de goede hoogte zit. Maar jullie wisten al gelijk wat ik ging doen, hè? Jullie wisten het. Jullie voelden het al aan. Oké, tot daar moet hij. Oké, gaan we gokken. Is dit hem? Zal ik alvast de ingang maken voordat we verder gaan bouwen? Nog steeds niet! Wat heb ik ermee? Ik moet hem eentje lager. Let op. Eentje lager. Entries. En... We are the champions, my friend. En ik doe hem gewoon een beetje hoog. En de ingang hebben zitten erop. En wat doen wij dan ook? We gaan gewoon iets leuks doen. We doen gewoon niet zo'n standaard. We doen een canvas, een tent doen we. Leuke tent. En dan doen we natuurlijk een blauw pad. Dat is gewoon het standaard pad wat we meestal kiezen. Die gaat om de observatietoren heen. Dat is misschien wel leuk. En die gaat zo naar de ingang. Ik denk niet dat die in een grote wachtrij moet. Omdat er natuurlijk... Er kunnen wel wat mensen in, maar vol is vol. En het duurt voorlopig even dat hij naar beneden is, want het is een flinke toren. Die gaat flink hoog. Leuk, bij rollercoaster zie je eigenlijk nooit hoe hoog het gaat, omdat het eigenlijk gewoon plat op het scherm staat door de 2D. Dat is best wel grappig. De kleuren, ja, ik weet het. Het is verschrikkelijk. Die standaard kleuren, ik weet het. Ik moet het aanpassen. Ik maak een paarse met blauw. Oh, dat ziet er helemaal verschrikkelijk uit. Dan doe ik gewoon wit en dan doe ik er ook weer wit bij. Zo, en dan doen we die koepel doen we dan oranje. Met wit op zich. Het ziet er ook wel leuk uit. Ja hoor, gewoon een paars. Ik ben niet blij met de paars, joh. Het stoort me. Ik ga het gewoon veranderen. Blauw. Dat is goed. Dit is gewoon goed. Leuk. Superleuk. En hij spint wat rond daar. Ik weet niet, kunnen we nog wat aanpassen aan die attractie? Helemaal niks. Het laat gewoon ook helemaal niks zien. Van, ja, het is een toren die gaat omhoog. Een soort pagode-idee. En de hele rij staat alweer vol. Dus dat is positief. Zeker weten, positief. En de parkwaarde is hier trouwens omhoog gegaan. De parkwaarde is naar beneden gegaan, naar 209.000. Dat betekent dat het nog spannend wordt ook. Want als het gaat dalen, dan moeten wij er dus voor zorgen dat het hoog blijft. En een parkwaarde hou je hoog door het je park schoon te houden en netjes te houden. Nou, dat is gewoon zo. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is zeker het belangrijkste. Ik ga ook een paar entertainers aannemen. We hebben al 10.000 namelijk qua geld. En dat is ook wel redelijk wat. We gaan eens kijken. Wanneer komt de volgende research? Want we willen een nieuwe attractie. Broken Down? Welke attractie is Broken Down? Krimper's Gallers. Oh, de draaimolen. Nou, daar gaat toch geen reet in. Alleen als het regent gaan mensen erin. Dus het heeft voor de rest ook geen nut. Hier heel veel kots nog. Waarom kotsen mensen zoveel? Doe het gewoon niet. Er staan 10 wc's in het park. Is er al een nieuwe research? Ik ga even kijken op de... bij de research. Een rollercoaster wordt gedesigned op 8 april. Het is dan maart, dus we moeten nog even een klein maandje wachten. Maar er wordt dus een achtbaan ontwikkeld door de researchers. En wanneer die achtbaan er is, kunnen wij hem gelijk gaan bouwen. En gaan we een plek maken voor deze achtbaan. Misschien dat we zelf een keer een achtbaan kunnen bouwen. Want we hebben natuurlijk alleen maar dingen geplaatst. Ik ga eens kijken, hoe gaat het met het spookhuis? Er komt gewoon geen zak in. En waarom? Corrie Konings was great. Ik wil een spannende attractie dan Corrie Konings. Ja, ik snap dat je wat spannenders wil dan Corrie. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan niet de spookers in moet. Sowieso, die river attractie wordt ook weinig bezocht. Oh, ik heb in de wachtrij gestaan voor uren, zegt hij.
Voor jaren, zegt hij eigenlijk. Maar nu gaat hij eindelijk het karretje binnen. Ik ga hem iets goedkoper maken. Ik bedoel, ja, weet je, we moeten wel die mensen hebben. We zijn al bijna met 1125 mensen in het park. En ik ga voor de gein gewoon het parapluutje ook even wat goedkoper maken naar €3,50. We hebben op zich wel redelijk wat geld verdiend, maar nu moet die parkwaarde omhoog. Dus we gaan sowieso wat meer dingen bouwen. En wat gaan we bouwen? We wachten nog steeds op die achtbaan. En we hebben voor de rest niet echt veel attracties die we kunnen bijbouwen. Die we nog niet hebben staan is de rit in de karretje. Maar dat scoort denk ik niet zo. We kunnen wel gaan bouwen op zich. De Doolhof staat nog niet in het park. En ik geloof dat voor de rest hebben wij wel alles gebouwd. Volgens mij hebben wij die boot niet gedaan, maar hetzelfde als botsboten. En we hebben eigenlijk maximale kunnen bouwen wat we hebben. En de observatietoren. Wat zeggen mensen daarover? Ze zeggen, ik wil wat spannenders. Logisch. Ik wil wat spannenders dan observatietoren. Dat snap ik volkomen. Mensen zeggen, observatietoren was gaaf. Nou, dat is leuk om te horen. Daar hou ik van. En kijk die bumperboot, jongens. Het is echt supervol. En die rij gaat ook gewoon nooit minder worden. Dus ik ga deze gewoon naar 2,50 maken. Bekijk maar. De botsboten zijn gewoon een groot succes. En that's it. Ja, het loopt gewoon, het stroomt gewoon wel heel de tijd door. Kijk, er komen elke keer twee stelletjes. En die twee stelletjes die gaan in de botsboten, ze vertrekken. En gelijk komen de volgende twee. Ik had eigenlijk de ingang, als je het nog beter moet doen. De ingang had ik eigenlijk bij het eerste hokje moeten maken. Want ik heb hem natuurlijk uitgebreid. En dan had je zoiets dat mensen gelijk kunnen opstappen, instappen, wegrijden. En dat achter elkaar. Nu moeten ze natuurlijk lopen van de ingang naar het botsbootje. En dat kost natuurlijk wel een paar seconden meer. Oké, we hebben mensen positieve reacties. Er vliegen ook wat lieve eentjes over. Ik wacht nog steeds op de spannende datum. Het komt bijna april. Ik ben heel benieuwd welke achtbaan we krijgen. Sowieso. En deze achtbaan hoef je eigenlijk niet naar te kijken. Claustrofobia gaat gewoon perfect. En die andere waar ik de naam niet van kan uitspreken is de Agorafobia. Agorafobia. En die gaat ook gewoon lekker. Maar dat zijn achtbanen waar hoef je niet naar te kijken. Dat gaat gewoon altijd goed. Alhoewel, er staat niet echt een wachtrij. Wat is er aan de hand? Is er iets? Ik kan het niet betalen, zegt iemand. Het zou leuk zijn als we een geldautomaat kunnen krijgen of zo in ons park. Maar ik kan het niet betalen. Hij is gewoon te duur. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar we hebben wel elke keer volle karretjes. Dus ik heb zoiets van, waarom zouden we dit goedkoper maken? Dan moeten mensen maar gewoon weggaan en een grotere portemonnee kopen. Want ja, anders kan ik het ook niet helpen, zeg maar. Ik kan daar niks aan doen. Het is maart. Het is bijna april. Hoeveel april kregen we ook weer? Want ik kan echt niet wachten. Want ik ben zo benieuwd welke achtbaan wij krijgen op 8 april. Kom op jongens, kom op. Het moet doorgaan. Sneller, sneller. Het moet snel gaan. Ik snap niet waarom het zo langzaam duurt. Kom op. Hier, een handyman. Kom op. Maak het schoon hier. Ik hoef geen kots te zien. Dat is smerig van die vieze gele met rode vlekken. Bah. En iemand gaat er al iemand naar die draaimolen? Naar de response toe Frans Bauer. Hallo, ik heb een melding. Frans Bauer is kapot. Heeft hij zijn stem verloren? Nee, de attractie. Oh, de attractie. De attractie is kapot. Nou ja, er gaat toch geen zak in. Geen hol gaat erin. Dus waarom zouden we dit moeten repareren? Nou, doe het toch maar. Het is toch wel. Het hoort bij een park, zeggen we dan. Het hoort bij een park. En er is al een monteur die gaat gewoon naar kijken, als je ziet. Die zit hier al een beetje te fietsen. Die boom staat ervoor. Kunnen we nog op tijd die boom weghalen dat je het kan zien? Bijna. Je zag hem weglopen. Hè? De rode monteur. Je kan die monteurs trouwens ook een leuk pakje geven, een kleurtje. Als het goed is, kan dat. Kan dat niet? Nee. Je kan wel kiezen Inspect Rides, dus dat die rides gaat inspecteren of het nog goed werkt. En dat die repareert van de attracties. Dat kan je zelfs nog instellen. Wat? Deze staat vast op de baan en hij is kapot. En je kan volgens mij ook zien wat er precies aan de hand is als je op het... waar moest je op klikken? Hier. Safety cutout. Oh, er is een veiligheidsbeugel. Die is niet helemaal... Die is gewoon kapot gegaan. Echt super gaaf dat het allemaal kan in Rollercoaster 2. Dat is zo fantastisch. En ja, nou goed. Die attractie moet gefixt worden. Dus we gaan even kijken of er een monteur in de buurt is. Die krijgt een responding. En die gaat, als het goed is, als wij dit doen, is die al in de buurt van de achtbaan. En gaat die de achtbaan repareren. Ik weet niet of die naar boven klimt. Volgens mij doen ze het allemaal via het station. Je gaat het zo zien. Kijk, hier is die man. En hij gaat hier even kijken hoe en wat. Hij gaat wat sleutelen aan het kastje. En als het goed is, het gaat regenen, gaat de achtbaan dadelijk, als hij naar buiten is, gaat die achtbaan weer rijden. Hij gaat nog even naar de achterste achtbaan. Of hij gaat helemaal naar achter, geloof ik ook. Oh, wat een lang station, joh.
Dit duurt heel lang. Dit is gewoon echt jammer dat het zo lang duurt altijd. En de andere achtbaan gaat gewoon door. Onze parkrating is weer in de 221.000. Dat is goed. Dat is zeker heel goed. En ik hoop dat de achtbaan snel komt. 6 april, dat betekent nog één dag of zo. En dan krijgen wij de nieuwe achtbaan. En alsjeblieft, stel me niet teleur. Ik hoop dat het een houten achtbaan is, want het neemt zoveel plek in beslag. Maar we gaan hem sowieso plaatsen. We hebben 15.000 euro. Daar kunnen we heus wel een achtbaan van maken. Dus geef mij een goede achtbaan. Kom op. Het is de Wooden... Waarom de Wooden Wild Muis achtbaan? We hebben al een mijnachtbaan en dan moeten we nu een muizenachtbaan in precies dezelfde stijl. Ik word hier echt helemaal gestoord van, maar goed, oké, we doen het gewoon. En dan pak ik gewoon de grootste achtbaan die er is. We gaan hem gewoon bouwen, ik heb het afgesproken met jullie. De deal staat vast, ik ga gewoon die achtbaan plaatsen, maakt niet uit, who cares. En ik ga eens kijken waar we hem gaan plaatsen. Want als wij hem nou hoog gaan plaatsen, dan kunnen wij namelijk wat spelen met de vloer. Dus ik ga hem gewoon lekker hoog plaatsen. Huppakee. Beetje kasteelthema heeft het. Wat leuk. Beetje kasteel. Hier gaan we een trappetje doen. Die gaat helemaal naar beneden. Dat lukt niet. Want de achtbaan zit in de weg. Dus ik doe hem gewoon over het pad heen. Nog één naar beneden. En dan. Dat is de achtbaan. En dan gaan we nu het grijze pad een beetje verlengen als het kan. Die gaan we gelijk naar boven. Huppakee. En daar moet nog één hoger. Dus ik ga hem zo. En dan gaan we daarboven gaan we nog gewoon een keer de wc doen, denk ik. Die gaan we gewoon daarboven plaatsen. Ik vind van wel. Huppakee. Oh, de negende nog maar. De negende wc. Ik ga hem openen en we doen de prijs gelijk een euro of 4. En het karretje, het is ook een hele witte achtbaan, het ziet er niet uit. Dus ik ga sowieso de kleur aanpassen. Ik ga hem eens open doen, want dat is belangrijk. Die kleur kijken mensen toch niet naar. Dit wordt wit, dit wordt bruin. En de karretjes worden witte muisjes. Dat kan op zich wel, hè. Witte muisjes met een beetje blauw erbij. Ik vind het helemaal goed. Kijk of mensen erin gaan. Het is een hele spannende, beetje een kermisattractietje eigenlijk. Mensen gaan er nog niet in, want ze weten nog niet wat het precies inhoudt, wat voor attractie het precies is. Dus het is even afwachten totdat het een beetje goed is en allemaal loopt. Hier ga ik nog wat stoeltjes neerzetten, dat mensen kunnen genieten van het uitzicht. Mochten ze dingen willen doen, even willen kijken of even uitzicht. Sommigen doen dat namelijk. Die kijken dan naar een achtbaan of zo vanuit een standpunt. Ja, ik wacht alweer op de volgende achtbaan. Ik hoop dat er wel weer een nieuwe achtbaan komt. You know. Nou, er is nog geen nieuwe attractie in ontwikkeling. In ieder geval, ik hoop dat mijn parkwaarde wel weer omhoog gaat door die achtbaan. Hij is wel omlaag gegaan weer, dus het is een beetje een schommelsituatie. We moeten eigenlijk best wel ons best gaan doen om dit park in een goede staat te houden. En het piratenschip is trouwens ook heel weinig bezocht. Ze zeggen ook dat ze het niet kunnen betalen. Dus we moeten echt geld, van die geldbankjes moeten we eigenlijk in ons park hebben. Maar het gaat voor mij redelijk goed. We hebben nou dit park zo nu. En we gaan steeds uitbreiden. Mensen, ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar de video. Vergeet vooral niet een like te geven als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren. Dat kan in het midden van het scherm. Volgende keer zijn we terug bij jullie. En ik zal zeggen alvast doei doei. En tot de volgende keer. Doei doei.